Europese samenwerking. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Europese samenwerking. Na de Tweede Wereldoorlog lagen veel Europese landen in puin. Om de economieën van de verschillende landen weer op te bouwen was veel geld nodig. Groot-Brittannië en Frankrijk waren ernstig verzwakt geraakt door de oorlog. Frankrijk omdat het bezet was geweest en Groot-Brittannië omdat het een groot aandeel had gehad in de bevrijding van Europa. De Verenigde Staten wilden helpen omdat Europa voor hen een belangrijke handelspartner was en de Verenigde Staten dus gebaat was bij de wederopbouw van Europa. Voorwaarde voor die hulp was Europese samenwerking. Hier zie je een poster van het Marshallplan, het plan dat de Verenigde Staten bedacht om Europa weer op te kunnen bouwen. In 1951 wordt de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht, de EGKS. Deze wordt opgericht door Nederland, België, Luxemburg, West-Duitsland, Italië en Frankrijk. De EGKS regelde de levering van kolen en staal voor de wederopbouw van Europa. Hier zie je hoe het verdrag van de EGKS wordt ondertekend door de deelnemende landen. Hier zie je de 6 deelnemende landen op een kaart aangegeven. Ook stelde de EGKS de vrede in Europa veilig. 6 jaar na de Tweede Wereldoorlog werkten de voormalige vijanden Frankrijk en West-Duitsland nauw met elkaar samen. De twee voormalige tegenstanders konden namelijk zonder kolen en staal geen groot leger opbouwen en gezien ze nu beide controle hadden over die twee, kon geen van beide dus ongezien een oorlog beginnen. De samenwerking tussen deze twee garandeerde zo een blijvende vrede in Europa. De 6 deelnemende landen waren zo enthousiast over hun samenwerking dat ze in 1957 de EEG oprichtten, de Europese Economische Gemeenschap. Door de EEG kwam er een gemeenschappelijke Europese markt waardoor landen zonder belemmeringen handel met elkaar konden drijven. Dat gebeurde het eerst in de transportsector en daarna ook in de landbouwsector. Hier zie je afhankelijk van de kleur welke landen wanneer lid werden van de EEG. In 1967 werd besloten de EGKS en de EEG samen te voegen tot één organisatie met één bestuur en één budget. Namelijk de Europese Gemeenschap, oftewel de EG. Steeds meer Europese landen zagen de voordelen van de EEG in en sloten zich aan. In 1992 werd de EEG vervangen door de Europese Unie, de EU. Hier zie je in tijdsvolgorde wanneer alle landen lid werden van de EU. De meest recente landen vinden we in het Oostblok die na het aflopen van de Koude Oorlog lid werden van de EU. En natuurlijk heeft de EU ook een vlag.